Ja, leuk hè? Terug van weg geweest en meteen weer tussen de worteltjes. En er is niks veranderd hoor bij Hak. Ja, ik ben jaren ouder geworden, maar die groente die blijft maar vers. En die wordt nog net als vroeger met liefde voor u klaargemaakt. En dan hoor ik u denken, zijn ze bij Hak dan wel met hun tijd meegegaan? Groot nieuws, Hak heeft een nieuw etiket. Ja, met de aanbeveling van het voedingscentrum erop. Ook nieuw, meneer De Haan junior. Bleef alles maar zo goed geconserveerd, hè, mevrouw Bel? Bedoelt het niet zo. Hoe dan ook, u moet de groente van Hak hebben.